Tommy is een verhaal over Tommy. Dat is een doofstom en blind jongetje die enorm talent voor flipperen blijkt te hebben. En uiteindelijk, heel in het kort, uiteindelijk wordt hij dan een messias, krijgt hij volgelingen en krijgt hij bijna een status als een soort van godheid. Zijn benaderd door Jan Rot en die wilde het gaan vertalen. Zeg maar, het hele idee om Tommy op deze manier in het theater te gaan doen is begonnen bij de vertaling. Dus dat is voor ons niet eens een keuze geweest. Voor ons zijn benaderd met de vraag van zouden jullie Tommy in het Nederlands willen doen? Goeie schijf. Kijk nou. Wat makkelijk. Ik denk, pak jou niet. Jij bent ziek, heb ik gehoord. Oh ja, joh. Nou, jij bent morgen ziek, kan ik je stillen geven. Wij zijn alleen. Het kost mij niet echt veel moeite om in de rol van Piet Huizen te kruipen of zo. Dat valt me best wel mee, maar het is ook omdat ik begon met gitaarspelen was Piet Huizen sowieso een groot voorbeeld voor mij. Dus met heel zijn show op het podium ben ik sowieso heel erg geïnspireerd door hem. Dus dat qua gitarist van de Hoes spelen, om het zo maar te noemen, kost het me weinig moeite. Voelt het gewoon natuurlijk aan. Oude Hoe-fans, weet je wel, die komen ook kijken naar het stuk. En die weten ook wel dat de Hoe, nou, dat was een van de rauwste bands die er ooit heeft bestaan. Nou ja, die gaat toch naar een rockopera die wij vertolken van hun. Nou, dan moet je wel rekening houden met een bak pleurisherrie, denk ik. Het is wel muziek die je moet voelen. Dat laag moet je wel gaan raken en alles. We staan met z'n totaal met 8 man op het podium. En dat is toch wel, dat moet wel goed overkomen. Dus het moet gewoon allemaal lekker hard. Ik denk dat het sowieso, oké, het verhaal niet. Ik denk dat het sowieso wel een interessant stuk is om naar te komen. Omdat het gaat over een doofstom en blind jongetje. Je kan dus naar Tommy komen kijken om het verhaal te proberen te volgen. Of je kan gewoon voor het spektakel komen. Dus voor anderhalf uur lang gewoon een hele goede rock'n'roll show. Met gewoon hele goede muziek. Die wordt ondersteund door een ijsgaaf decor en visuals. En daarom, dat maakt Tommy sterk. Het is een soort van totaalbelevenis. Kijk mij. Grijp mij. Kus mij. Het origineel ligt natuurlijk al best wel lang in je platentas. Nee, kast. Maar dan als je daar eenmaal aan gewend bent, is het best wel raar als je in één keer boom in het Nederlands wordt. Maar ik hoor van heel veel mensen die komen kijken uit het publiek, dat het in de eerste 3 nummers echt zo, oké, er wordt Nederlands gezongen. Maar je wordt daarna zo ver in het verhaal meegenomen en het wordt zo goed verteld, dat het eigenlijk helemaal niet meer opvalt. En dat het verhaal eigenlijk nog duidelijker wordt in het Nederlands. Een onwijze uitdaging en het is weer wat anders dan in 9 jaar hebben we best wel wat singles gehad, een stuk of 13 geloof ik. En dan op een gegeven moment val je een beetje in herhaling en het is wel leuk om daar even uit te zijn. Kelvin. Hey, Paul, jou goed? Ja, het is gek, joh.
run, reflex. Lekker jongen. Ja, 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 la, 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 die before you try, traveling light, home and around the circumstances, hanging around the palm trees in the cockpit, flying around the other side of the countries and around the world, drinking. Of andere zeer boeiende reisprogramma's. En als er iemand in staat is om mijn reis voortijdig te vergallen. Op het ijs. Dancing with the stars. Ranking the stars. We sterren met dieren. Gadverdamme. Ja, en ik ken ze vaak niet eens, die zogenaamde sterren. Weet je wie er dit jaar mee mocht doen met Wie is de Mol? Patrick Martens. Regina Romijn. Ik ken... Mijn vrouw loopt zich verdorie druk te maken. Of Dennis Wening. De Mol is of niet. Wie is dat? Wie is die gozer? Wat heeft hij ooit gepresteerd? Yeah.